Nou, volgens mij is het geen discussie dat iedereen graag zou willen dat het Leidse voetbal weer wat hoger speelt zoals waar het vroeger ook speelde. De afgelopen jaren zaten we er soms dichtbij. Boshuizen steeds in de nacompetitie, nu weer tweede. Lucht Dunum laatst gepromoveerd. Maar natuurlijk zou het prachtig zijn als we straks weer een derde divisionist in Leiden hebben. Alleen, dat is niet iets wat je even als gemeente kan regelen van volgend jaar hebben we een derde divisionist. Je moet er natuurlijk gewoon voor zorgen dat die clubs breder worden, sterker worden, meer jeugd hebben. Dat een derde van de Leidse voetbalkinderen die nu buiten Leiden voetbalt, weer in Leiden wil komen voetballen. En dan heb je uiteindelijk bredere clubs waar misschien op termijn ook wel weer wat hoger niveau voetbal in zit. Ja, zeker. Er is niks vervelender dan om allerlei wedstrijden te moeten aflasten, omdat de grasvelden allemaal verregend zijn. En we zien gewoon nu al bij AC hier in Oegstgeest, hier net naast, daar hebben ze allemaal grasvelden aangelegd. En daar hebben ze nu eigenlijk ook al spijt dat er niet één of twee kunstgrasvelden bij lagen. Ik heb in november nog samen met het CDA een motie ingediend om bij Dokkels een kunstgrasveld aan te leggen, omdat daar gewoon de grootste zorgen waren. En dat wordt nu geregeld. Dat gaat waarschijnlijk komende zomer gebeuren. Dus daar ben ik heel blij mee. En als dat op andere clubs nodig zijn, moeten we daar zeker naar kijken. We hebben zeker niks tegen kunstgras, maar het moet wel goed zijn. Ja, ik vind persoonlijk het sentiment van een voetbalclub juist een van de leukste en mooiste onderdelen ervan. En voor ons hoeft een club echt niet weg omdat hij te klein is. Wat wel belangrijk is, is dat voetbalverenigingen financieel alles op orde hebben, de exploitatie rondkrijgen, geen schulden hebben. En we moeten kijken naar hoe we de voetbalvelden in Leiden zo goed mogelijk verdedigen. Het is onzin dat de hockey en de rugby allemaal al jarenlang extra velden nodig hebben en dat we tegelijkertijd eigenlijk in de voetbal heel veel velden heel weinig gebruiken. Dus natuurlijk moeten we kijken hoe we de club zo slim mogelijk indelen, maar dan hoef je echt niet als club weg. Daarom willen wij ook dat de gemeente uiteindelijk meer zekerheid gaat bieden aan verenigingen. Bijvoorbeeld Leiden en Rijnland, die gaan nu fuseren. Dat de gemeente ook veel meer hun een stapje helpt om op het moment dat zij gefuseerd zijn ook daadwerkelijk de komende jaren verder te kunnen groeien. Dat we meer zekerheid bieden dat ze dan ook daadwerkelijk daar kunnen blijven. Ja, natuurlijk. Ik ben heel erg blij dat we nu een nieuwe sporthal, een nieuwe ijshal en een nieuw zwembad gaan bouwen. En de komende jaren zal er op voetbalgebied ook veel gaan gebeuren. We zijn nu bezig met een groot plan. Bijvoorbeeld om de Mors, sportpark de Mors met Dokkels, die ook Rijnland Leiden, om dat herin te richten. Ja, daar moet uiteindelijk de komende jaren natuurlijk ook geld bij gevonden gaan worden om dat voor elkaar te krijgen. Dus natuurlijk moet daar in geïnvesteerd gaan worden de komende jaren. Ik hoop heel erg dat alle sportliefhebbers op de Partij van de Arbeid stemmen. De afgelopen jaren hebben we ons heel hard gemaakt voor goede nieuwe accommodaties en voor veel snelheid om dat voor elkaar te krijgen. En ik hoop vooral de komende jaren dat wij als gemeente veel meer verenigingen gaan ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij toch wel de kern van de sport veel beter ondersteund worden in het beheer en het onderhoud van een sportparken bijvoorbeeld of in het regelen van een vereniging, zodat zij weer gewoon zich kunnen bezighouden met waar het echt om gaat, sport beoefenen.